Deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. We hebben een 105-jarige in Harderwijk. Stomerij uit Harderwijk genomineerd als beste van de wereld. En stalen kunstwerken van Patrick Visser blijven definitief in Harderwijk. Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes, Bedrijfswagens Harderwijk. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Het was afgelopen maandag feest in Weideheem, want Adriana Sandrina van de Kooi Gulden mocht 6 juni haar 105e verjaardag vieren. Ze is hiermee de oudste inwoner van Harderwijk. Haar jongste dochter, Aukje, heeft de afgelopen 3 jaar kleine verhaaltjes van haar moeder opgeschreven en er een boek van gemaakt. Dat is omdat ik 2 keer in de week in Weideheem kom en dan heb ik een kwartier of een half uur van die tijd dat ik hier ben met mijn moeder een kort gesprekje gehad en dan probeerde ik toch wat informatie over haar leven te krijgen en nou, dat is aardig gelukt. Er kwamen soms dingen uit het voorschijn waar ik het bestaan niet van wist en zo is het toch, ja, dacht ik van nou, het is wel leuk om dat op een gegeven moment bij elkaar te gaan verzamelen en zo is er een boekje uit ontstaan. Ja. Burgemeester Harm-Jan van Schaik bezocht de 105-jarige natuurlijk ook en heeft het boek aan haar overhandigd. Ja, vanmorgen was de burgemeester en die was zo vriendelijk om het boek aan mijn moeder aan te bieden. En het hele leuke was dat hij dus blijk gaf dat hij het ook ingekeken had, want hij heeft echt onderwerpen met haar besproken die hij uit dat boek had gehaald. Dus dat sloeg heel erg goed aan bij moeder. Zo'n hoge leeftijd en dan nog zo geestelijk goed bij zijn, dat is wel heel bijzonder. Ze hebben deze dag dan ook gevierd met de familie. Beter afval scheiden en daarvoor krijg je dan een beloning. Dat wil de gemeente gaan invoeren. Want van het Rijk moeten we meer dan de helft minder restafval produceren. Van 208 kilo per persoon nu naar 100 kilo in 2020. Gemeente Harderwijk wil dat dus voor elkaar krijgen door geld te geven aan mensen die hun afval beter scheiden. In september komt dit voorstel waarschijnlijk in de gemeenteraad en dan wordt het in 2017 geleidelijk ingevoerd. Je weet het vast nog wel. Vorig jaar in de zomer doken ineens stalen beelden op in Harderwijk. Zoals de gorilla, de olifant, de krokodil en de leeuw. Iedereen was ontzettend benieuwd waar kwamen ineens deze kunstwerken vandaan. Het was al snel duidelijk dat de beelden zijn gemaakt door kunstenaar Patrick Visser. Met zijn creativiteit tooft hij schroot van de sloperij om tot kunstzinnige beelden. Ja, een jaar of 5 geleden had ik een lasapparaatje aangeschaft. Ja, toen kwam ik meteen op het idee om een reiger te maken voor in de tuin en nog een paar andere kleine dingetjes voor in de tuin. En toen kwam ik er een beetje achter dat ik het, dat mensen het mooi vonden wat ik maakte. En toen ben ik er steeds grotere dingen gaan maken. Toen zag ik dat ik genoeg materiaal had voor iets heel groots. En toen heb ik de olifant gemaakt en daarna de gorilla en daarna de krokodil. De kunstwerken zijn niet meer weg te denken uit Harderwijk. En daarom heeft de gemeente besloten dat de stalen dieren definitief in Harderwijk blijven. Op vrijdag 3 juli heeft wethouder Gert-Jan van Noord in het Hortuspark bij het kunstwerk van de leeuw de overeenkomst aan de stichting Patrick Visser overhandigd. Hij vindt het een schande dat de dieren in gevangenschap worden gehouden. Maandagavond was dierenactivist en voormalig trainer van tv-dolfijn Flipper Rick O'Berry bij het programma RTL Late Night. Daar deed hij een oproep om dinsdagmorgen om 11 uur naar het dolfinarium te komen om te demonstreren. Uiteindelijk zijn zo'n 60 demonstranten naar Harderwijk gekomen en zij willen dat het dolfinarium stopt met hun shows. Vorige week ontvingen zij het geweldige bericht dat ze bij de nominatie van de laatste 30 stomerijen van de wereld zitten. Sinec is het internationaal overkoepelende orgaan van de textielwereld en Stomerij Top Cleaning uit Harderwijk is ontzettend trots dat zij hiervoor genomineerd zijn. Ja, inderdaad een hele bijzondere week. Vorige week hoorden we dat we bij de laatste 30 stomerijen van de wereld zitten. Natuurlijk een fantastische beloning voor het hele team. Naast het feit dat we zijn genomineerd op het gebied van duurzaamheid, innovatie, marketing en service, zijn we vooral onderscheidend in een aantal landelijke concepten die we uitrollen. Waaronder caravankussens, bootkussens, maar ook motorpakken en bijvoorbeeld trouwjurken.
vooral de laatste hebben echt een enorme groei meegemaakt afgelopen jaar. En zeker deze week zien we ook echt de aanvragen binnenstromen. Aankomende zondag mogen we pitchen tijdens de internationale expo in Frankfurt. En horen we dan einde van de dag waar we zijn geëindigd. Dus inderdaad een hele bijzondere en spannende week voor het hele team. Wij wensen hen veel succes en hopen natuurlijk dat ze in de prijzen vallen. En zich uiteindelijk als beste van de wereld mogen noemen. Het gaat niet lukken om de asielzoekers op 1 juli al naar Harderwijk te krijgen. De aannemer zou problemen voorzien bij het bouwen van de woonunits waar de asielzoekers in gehuisvest moeten worden. Het COA zet extra mankracht in om de woonunits op te leveren. Dat wordt nu wel begin september. Wanneer de asielzoekers dan kunnen intrekken is nog onduidelijk. 10, 11 en 12 juni is er weer van alles te beleven in Harderwijk. Dan wordt voor de 34ste keer Aaltjesdagen gehouden. Sinds vorig jaar wordt de Visserijdag hier ook in betrokken. En het evenement heeft dit jaar een andere opzet dan andere jaren. Met veel nieuwe activiteiten. Ja, deze 34ste editie van de Aaltjesdagen vindt dit jaar 3 dagen plaats. En wat er nieuw is, is het foodmarkt op de Stille Wei. We hebben een ontzettend leuk salsafeest in het Hortuspark. En in de Plantagepark, dat is echt helemaal nieuw, zelfs als evenementlocatie, vindt er een kunstmarkt plaats. In het Hortuspark vindt er nog een gigantisch kinderspeelparadijs plaats met allemaal leuke luchtkussens en muziek. Voor de jongeren is er op de markt zelf is er een leuk muziekprogramma samengesteld met onder andere Radio 538, die DJ. En tot slot, naast al die vele onderdelen hebben we nog een paar leuke elementen. Bijvoorbeeld een reuzenrad op de foodmarkt en een leuke fotoboot. Zodat we de Aaltjesdagen iets dichter bij het publiek kunnen brengen. Om zo'n groot evenement te kunnen organiseren is er natuurlijk ook sponsoring nodig. En hebben ze leuke acties hiervoor bedacht. Nou, de Aaltjesdagen zijn van alle Harderwijkse Hierdenaren. En daarom hebben we ook een actie voor alle Harderwijkse Hierdenaren. Koop zo'n I Love Aaltje button en je sponsort de Aaltjesdagen als particulier. En we hebben ook een heel leuk kookboekje met hele lekkere recepten. Heel erg de moeite waard. En er gaat ook een deel voor naar de Aaltjesdagen. En draag de button op Aaltjesdagen en je maakt kans op mooie prijzen met de code. En je kan ook nog een knuffel van deze Aaltjes krijgen. Elk jaar wordt ook tijdens de Aaltjesdagen de Aaltjespenning uitgereikt. Dit jaar loopt dit ook anders. De penning is namelijk al uitgereikt in februari aan de 24-jarige Janna Alon. Ze werkte jarenlang achter de schermen bij de Aaltjesdagcommissie. Die functie heeft ze echter moeten opgeven omdat ze ernstig ziek is. Ze verblijft op dit moment in het hospice. Alle activiteiten die er te doen zijn dit weekend en informatie over sponsoring vind je op de website van de Aaltjesdagen. Het ziekenhuis, het station en Stadsweide zijn weer normaal bereikbaar. De werkzaamheden aan de rotonde Westeinde Verkeersweg zijn namelijk klaar. Het is wel even wennen, want de nieuwe rotonde heeft dubbele rijbanen. Voor je het weet zit je op de verkeerde rijbaan. Dus goed opletten. Dit was het weer voor deze week. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk en Hierden? Ga dan naar onze website harderwijksezaken.nl. Heb je nieuwstips of filmpjes? Laat het ons weten via info@harderwijksezaken.nl. En blijf nog even hangen voor de agenda. Tot ziens! Tot ziens! Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes Bedrijfswagens Harderwijk. Wij zijn Wensink Mercedes-Benz Bedrijfswagens in Harderwijk. Wij bieden een uitgebreid assortiment vrachtwagens en bedrijfswagens. Met een gedreven team specialisten leveren wij hoge kwaliteit advies en diensten, zowel voor als na uw aanschaf. Wensink Mercedes-Benz heeft een 24-uur service en is 's avonds tot 10 uur geopend. Onderdelen worden 2 keer per dag bij Wensink afgeleverd, dus zelfs de minst voorkomende onderdelen laten niet lang op zich wachten. Met de vele modellen van de Actros, de Sprinter als beste in zijn segment, de Vito, bedrijfswagen van het jaar 2016, de V-klasse en de Citan, onze zuinigste bedrijfsauto, bent u gegarandeerd van de juiste bedrijfswagen. Wij zijn u graag van dienst, zodat u tevreden kunt terugkijken op uw bezoek. Dat is Wensink. Aangenaam. Op zaterdag 11 juni is er om 5 uur een prachtig concert van de Verenigde Veluwse Koren in de Grote Kerk. Laat je verrassen na de drukte van de Aaltjesdagen en de boeldag van de Grote Kerk en kom luisteren naar een prachtig koor in traditionele Veluwse klederdracht. De kerk is open vanaf 4:30 en de toegang is gratis.
Heb je juridische vragen? Kom dan naar het gratis en vrijblijvend inloopspreekuur van BBM Advocaten en Sociaal Raadslieden van Stiemens. Het inloopspreekuur is maandag 13 juni van 9:30 tot 10:30 op de Wethouder Janssenlaan nummer 76. En daarna kan je elke twee weken hier terecht voor al je vragen. Dus het volgende inloopspreekuur is dan op 27 juni. Informatie vind je op de website van BBM Advocaten.